We beginnen met de binnenlandse politieke situatie. Sinds de val van het tweede kabinet Lubbers, vorige week dinsdag, heeft toen een beetje iedereen zijn licht al over die gebeurtenis laten schijnen. Slechts één van de hoofdrolspelers hulde zich in stilzwijgen. Hans Wiegel hield zijn mond. Tot vanmiddag 16:30. Toen sprak hij in Leeuwarden met Pieter Vadekamp. Bijna twee weken geleden, precies één week voor de kabinetscrisis, sprak u zich tijdens een spreekbeurt in Rhenen uit tegen afschaffing van het reiskostenforfait. Beseft u toen op dat moment dat dat wel eens het begin van het einde van het kabinet zou kunnen betekenen? Nee, zeker niet. Het ging mij toen, en ik dacht ook dat het de VVD daar nu om gaat, om bezwaar tegen een belangrijk beleidspunt. Waarom was ik tegen en ben ik tegen de afschaffing van het reiskostenforfait? Omdat dat een doodgewone, ordinaire belastingverhoging is die niets met het milieu te maken heeft. Want of je nu met de auto rijdt naar je werk als je forens bent, of met de trein, of met de bus, of met de bromfiets, je hebt die belastingaftrek. Dus het werd een beetje onder het hoedje van het is zo goed voor het milieu verkocht, terwijl het alleen maar een belastingverhoging was. De avond na de spreekbeurt in Rhenen had u een diner in Nijsendam met de heren Ginjaar en Voorhoeven. Had u daar die tafel gereserveerd? Nee, ik niet. De heer Ginjaar, die was gastheer. En het is niet zo'n vreselijk goedkoop etablissement, dus dat kwam hier heel goed uit. Maar ook die afspraak was een tijdje daarvoor gemaakt, omdat de heer Ginjaar het verstandig vond dat de heer Voorhoeven en ik en hij eens een keertje gezamenlijk spraken over de strategie van de VVD, over de toekomst van de VVD. Dus we hebben natuurlijk op die woensdagavond wel allerlei scenario's de revue laten passeren. Ook een mogelijke lijn die zou leiden tot een kabinetscrisis? Ook dat is aan de orde geweest, maar u zult begrijpen, zo'n gesprek is vertrouwelijk en het heeft volstrekt geen zin om dat soort gesprekken te hebben als vervolgens op de televisie wordt verteld wat er allemaal gezegd is. Hè? Ik vond het gewoon heel plezierig en dat stel ik ook erg op prijs, zowel van de heer Voorhoeven als van de heer Ginjaar, dat ze zo af en toe eens vragen van wat vind je ervan. Maar wat vond u nou die avond, hè? Zoals de kaarten toen lagen? Heeft u toen geadviseerd, jongens, breken? Mijn standpunt was, dit is een heel sterk inhoudelijk punt, dat afwijzen van het afschaffen van het reiskostenforfait. En dat het een sterk inhoudelijk punt is pas weer gebleken toen de Partij van de Arbeid, commissaris in Flevoland, die overigens een hele fijne neus heeft van hoe de mensen in het land denken over zaken, net als ik, zich verklaard heeft ook tegen de afschaffing van dat forfait. En dat leek me dus ook een redelijke wens van de VVD. En dus achtte iedereen het ook mogelijk dat het kabinet, als men daar tenminste de politieke wil in het kabinet toe had gehad, als men de VVD was tegemoet gekomen. Wat vindt u van de volgende redenering? Onder uw leiding is de VVD groot geworden. U ziet dat zowel in het kabinet als in de Kamer het CDA de VVD wegdrukt. Tegelijkertijd ziet u dat de VVD naar het midden opschuift. En u denkt bij uzelf, dat gaat niet goed. Dat gaat kiezers kosten. Ik moet nu ingrijpen. Nou, ik heb gewoon in Rhenen, zoals me dat hebben gevraagd, een verhaal gehouden. En ja, vroeger hechtte ik er altijd aan om klip en klaar te zeggen wat ik vond. En wat dat betreft ben ik dus niks veranderd. En ik vond onder andere dat voorstel van het kabinet dus een onverstandig voorstel. En ik herhaal graag vanavond dat als het kabinet natuurlijk verstandig was geweest en als men ook de wil had gehad om de coalitiepartner tegemoet te komen, had dat gekund. Ook al omdat de CDA-minister van Financiën, de heer Ruding, diezelfde bezwaren in feite had. Hoogstens zou je hebben kunnen zeggen dat de VVD zich misschien iets eerder, een paar dagen eerder nog dan 10 dagen geleden, zich onverkort achter de minister van Financiën beter nog had kunnen stellen. Maar het is een zakelijk punt, het is een goed punt, het is denk ik ook een punt waar heel veel kiezers, niet alleen VVD-kiezers, maar ook heel veel kiezers van CDA en Partij van de Arbeid, het met de VVD eens zijn. Even terug naar 10 dagen geleden, het weekend voor de crisis. Wat vond u toen van de opstelling van de ministers Smit-Kroes en Nijpels die vierkant achter Lubbers gingen staan? Ja, dat heeft natuurlijk de zaak ook gecompliceerd, ook voor de minister-president. Want de minister-president had natuurlijk best, als hij zijn wil had doorgezet en hij is machtig genoeg, de VVD-fractie tegemoet kunnen komen. Maar de zaak was voor hem ook ingewikkelder. Dus hem past ook niet zeker om aan zijn adres alle verwijten te maken, omdat twee VVD-ministers op een heel andere lijn zaten. Nou, ministers hebben altijd recht op hun eigen standpunt. Ze zijn natuurlijk ook vakminister.
Maar soms is het toch zo dat het dan wat verstandiger is om als je eigen fractie heel duidelijk laat weten dat men iets nauwelijks of niet kan meemaken, dat je daar dan ook rekening mee houdt. En dat is, denk ik, door die twee liberale ministers wat onvoldoende gebeurd. Want zij konden toch weten wat het VVD-standpunt was. Het partijcongres heeft vorig jaar gezegd: wij willen geen afschaffing van het reiskostenforfait. Ja, maar congres... Voorhoeven heeft laten weten aan die ministers: het is voor de fractie onaanvaardbaar. En toch zeggen die ministers in het kabinet: wij gaan achter Lubbers staan. Ja, wat er allemaal precies is gezegd tussen fractie en bewindslieden, daar blijf ik buiten, want daar worden allerlei verschillende verhalen over, doen daarover de ronde, dus daar blijf ik buiten. Maar in ieder geval is het denk ik zo dat die twee liberale ministers wel hadden kunnen weten dat het een heel zwaar punt was. En wat ik nog veel belangrijker vind, ook zij hadden natuurlijk best zakelijke bezwaren tegen die afschaffing van die belastingaftrek ook heel goed kunnen intaxeren. Dus daardoor is het extra moeilijk geweest voor de premier om een stap richting de VVD te zetten. Maar hij had het natuurlijk toch met zijn overwicht kunnen doen. Er wordt gezegd dat de VVD-voorzitter geen jaar toch aarzelde na de eerste termijn tijdens dat debat. Ja, ik lees ook van alles in de krant best dat hij geaarzeld heeft. En u? Wat ik zo merkwaardig vind is dat je overigens precies in de kranten kunt lezen wat iedereen in allerlei vergaderingen heeft gezegd. Dat vind ik hoogst ongebruikelijk en ook hoogst onverstandig. En je ziet ook na de crisis de ene VVD'er over de andere van dit en van dat zeggen. Kritiek op elkaar. Mijn standpunt is dat zeker in moeilijke situaties je pal moet staan achter één koers en dus achter de aanvoerder. En ik denk ook dat dat, zeker nu er verkiezingen op komst zijn, dat dat van het allergrootste belang is dat de VVD een hele heldere zakelijke koers kiest. En dat de VVD ervoor zorgt om ook als één man achter de lijsttrekker te gaan staan in deze situatie. Mijn opvatting is altijd deze. Je kunt natuurlijk best over allerlei zaken van meningsverschillen. Hoort ook zeker een beetje bij liberalen. Een beetje eigenwijzig mensen. Die hebben allemaal een eigen mening. Maar als het echt heel cruciaal is, moet je ervoor zorgen dat je niet door je tegenstanders gaten in je verdediging laat schieten. Moet je dus als één man optreden. En wat dat betreft is dit misschien toch ook weer intern voor de VVD een hele goede les. Maar hoe gaat de VVD de kiezers nu tegemoet treden? Als ik zie dat op de voorlopige kandidatenlijst Voorhoeven 1 staat, Smit-Kroes 2 en Nijpels 3. Als ik nou niet zou willen dat het reiskostenforfait wordt afgeschaft. En ik ga op de VVD stemmen, dan weet ik toch absoluut niet wat er gaat gebeuren. Nou, ik zou beginnen als ik u was met op die VVD te gaan stemmen. En als iedereen dat zou doen, dan zou dat het slagveld weer enigermate overzichtelijker maken. Kijk, je leest ook allerlei verhalen in de krant dat ministers om hun opstelling op een lagere plaats op de lijst terecht moeten komen. Of misschien helemaal van de lijst moeten worden afgevoerd. Ik zeg daar niks over, want het is de achterban van de VVD, het is het kader van de VVD dat daarover beslist. En ik wil er misschien dit over zeggen, dat je natuurlijk nooit het optreden van de minister mag afmeten aan het handelen op één punt. Hè. Je moet wat dat betreft toch een beetje breder de zaak Een uiterst principieel punt voor de VVD. Zeker wel, maar ik hou nooit zo van al die openbare slagpartijen, om het zo maar eens te zeggen. Je moet ook kijken naar de verdiensten van mensen. En ik zeg er inhoudelijk niks over, want het is niet aan mij om te bepalen welke de volgorde van de kandidatenlijst is. Maar mijn stelling is deze. Ik heb stellig de indruk dat de VVD wil dat de hoofdlijnen van dit succesvolle regeringsbeleid worden voortgezet. Er komt een bijzonder positieve belastinghervorming aan die in belangrijke mate dankzij de VVD ook in het staatsblad is gekomen. Dus de koers zakelijk gezien van de VVD kan volstrekt helder zijn. En als de verkiezingsuitslag ook zodanig is dat die koers wordt beloond, dan is de meest gereden kans dat er toch zo'nzelfde kabinet terugkomt. Alleen dan met de VVD in een relatief sterkere positie. En ik denk dat dat, zullen de kijkers ook van mij begrijpen, naar mijn mening ook niet zo'n slechte zaak zou zijn. Maar ik heb toch nog geen antwoord gekregen. Stel dat ik op de VVD zou stemmen, waar dan, stem ik dan op? Dan als stemt, ik voor afschaffing ben van het reiskostenforfait. Dan stemt u op de VVD die met dat programma die verkiezingen instaat, ingaat. En in dat conceptprogramma, wat toch definitief moet worden vastgesteld, staat dat het reiskostenforfait niet moet worden afgeschaft. Dus de fractie heeft zich volledig vastgehouden aan het nieuwe programma voor de nieuwe verkiezingen.
En ik neem aan dat dat nieuwe punt ook in het definitieve programma er zo zal blijven bestaan. En dat betekent dat dus de inzet van de VVD, een van de vele punten overigens uit het totale programma, in die verkiezingsstrijd en later bij de kabinetsformaties. En dan staat de VVD helemaal niet in haar eentje. Want als je kijkt naar de gedachten die in het CDA-programma te lezen zijn, als je kijkt naar het programma van de Partij van de Arbeid, dan is er in wezen een hele grote meerderheid die er niks voor voelt om die forensen, die inderdaad heen en weer moeten reizen naar hun werk, om die groep speciaal te pakken. Dus het is, dacht ik, politiek en zakelijk een spijkerhard en een goed punt. En als de VVD dat goed weet uit te dragen en in de tweede plaats buitengewoon eensgezind is en in de derde plaats ook vol zelfvertrouwen die verkiezingen weet in te gaan, dan ben ik voor die verkiezingsuitslag niet zo bang. Maar hoe kan de VVD dat nou eensgezind uitdragen als nummer 2 en 3 op die lijst twee mensen staan die voor wie principieel dat reiskostenvoorver wel moest afgeschaft worden? Dat aan alle kandidaten op de lijst zal ongetwijfeld de vraag worden voorgelegd, kun je in dat programma vinden ja of nee? En dan zullen ze daar een antwoord op moeten geven. U bent nog steeds de populairste VVD'er. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat als u lijsttrekker zou zijn, dat dat 8 à 10 zetels extra zou opleveren. Ik heb begrepen dat volgende week de termijn sluit waarop mensen zich kandidaat kunnen stellen. Gaat u zich alsnog kandidaat stellen? Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb al veel eerder de partijvoorzitter laten weten dat ik mij niet kandidaat voor de Tweede Kamer stel. Ik heb ook gezegd dat ik best bereid blijf en ben om, als men mij om advies vraagt, dat advies ook te geven. Stel ik ook erg op prijs dat men dat vraagt. Ik zal mij in de campagne ook terughoudend opstellen. Dat hoort ook bij mijn ambt. Hè. Ik word geacht de belangen van dit gewest te dienen, van de provincie Friesland te dienen. En de een figuur zaagt in zijn vrije tijd en de andere houdt zich bezig met de nationale politiek achter de schermen. Maar ik stel mij niet kandidaat voor de Tweede Kamer. En uw volgende vraag is ongetwijfeld of ik dan wellicht weer minister zou willen worden in een volgend kabinet. A, weten we niet wat voor kabinet er komt. B, als er een kabinet met de VVD erin komt, weet ik niet of men in Den Haag op mij zit te wachten. Daar hoor je ook verschillende verhalen over. Maar als we u zo vragen? Dan komt mijn C. Ik heb toen ik commissaris van de Koningin in deze provincie werd gezegd dat zo'n functie, dat is geen doorgangshuis, dat moet je 1 jaar of 10 doen. Nou, ik heb er nu 7 op zitten. En als het nu, het gaat gelukkig in Friesland de goede kant op. We nemen wat mee van de economische groei. We zien allerlei positieve ontwikkelingen. Maar om nou te zeggen dat ik mijn karwei hier heb afgemaakt, zo is het niet. Dus er zou echt heel wat moeten gebeuren om mij hier vroegtijdig weg te halen. Zelf ben ik daar dus niet op uit. Zoals u zegt, u bent nu 7 jaar weg uit Den Haag. Maar toch blijft u de belangrijkste en de populairste VVD-politicus. Bent u nu eigenlijk verplicht om het veld weer te betreden? En niet alleen maar langs de zijlijn af en toe wat aanwijzingen te geven? Nee, ik denk juist dat degene die op dit ogenblik in Den Haag in de VVD de dienst uitmaken, het erg plezierig vinden als ze mij af en toe kunnen vragen van wat veer ervan. En als ze me af en toe kunnen vragen van zou je misschien hier en daar nog een spreekwoord willen doen. Maar als het nou zo zou zijn dat de partij in paniek zou zijn, dat is niet het geval. Hè? De mensen die daar de zaken runnen hebben de zaken goed in de hand. Dus men zit daar niet op mij te wachten. En dat is eigenlijk maar goed ook, want het is toch altijd een beetje een gebrek aan armoede dat men iemand terug moet halen die al jaren daarvoor in zo'n functie heeft gezet. Misschien zitten ze wel te wachten toch op wat meer duidelijkheid. 7 jaar geleden vertrok de politiek leider van de VVD naar Friesland. In vele ogen blijft u die politiek leider, of u het leuk vindt of niet. Is het nou niet zo dat een gekozen leider van de VVD nooit het gezag echt van iedereen krijgt, zolang u zich blijft opstellen zoals u doet, en zou u eigenlijk niet moeten zeggen, ik wil nooit meer de VVD gaan leiden, of ik doe het nu? Kijk eens, als ik zou zeggen dat ik nooit meer de VVD zou willen leiden, of nooit meer minister zou willen worden, nou, dan denk ik dat hier en daar in andere groeperingen een luid gejuich zou ontstaan. Nou, gun ik ieder zijn genoegen.
Maar dat gaat me iets te ver.